Deze keer in onze Big Truck Test de BMC Tugra. Een heel nieuw merk op de Nederlandse markt. 460 pk, een grote cabine erop. Heel veel Europese componenten aan boord. En we gaan vandaag eens kijken hoe dat rijdt, wat die verbruikt. En ik ben onder de indruk. Het is een indrukwekkende auto om te zien. Kijk eens, grote opbergruimte, keurig voor elkaar. Opstap met 3 treden. Ja, zo de eerste indruk. Ja, het is wel heel modern allemaal. Een digitaal display, verstelbaar stuurwiel, een pianolak dashboard. Bekerhoudertjes, een enorme koelkast onder het bed. Zeg, de eerste indruk is niet verkeerd. Ja, de cabine, ja, het is best ruim. Ik mis een beetje een rollo voor het dakluik. Onderbed. Het is misschien wat aan de harde kant. Goed, er zit een bed in en je kunt op zich kun je er prima een nachtje in doorbrengen, denk ik. Het is zelfs 2 bedden met een keurig trapje. En het is geen premium truck zoals we dat wellicht gewend zijn, maar het is toch beslist. Geen slechte auto als ik dit zo allemaal bekijk. Het ziet er best compleet uit. En zo zijn we onderweg op de testroute met de BMC en het is allemaal heel even wennen. Het is allemaal net even wat anders dan je gewend bent. Ik moet zeggen, het is ook net wat minder verfijnd dan als je met een nieuwe Mercedes of een Scania op weg bent. Maar het is niet slecht ofzo. Alle systemen zijn aan boord. Alles wat je van een moderne truck gewend bent, dat doet hij ook. Hij heeft dezelfde ACC cruise control. Hij heeft ook een predictive cruise control. Het trekt goed, het stuurt strak en nogmaals, je mist een beetje de verfijning, maar het is beslist geen slechte auto en ik vind hem wel lekker stil ook. Het is je hebt goed zicht rondom, prima spiegels aan boord en dashboard is goed afleesbaar. Helemaal niet verkeerd zo'n BMC.
Ja, zoals gezegd, een Turkse BMC met een Italiaans hart. Een Europese motor van FPT. De Cursor 11, ook bekend uit de Iveco S-Way en de Stralis. Met typisch Iveco de knoppen voor aan- en uitschakelen. Slimme details, een mooi lampje voor als je 's nachts aan de motor moet werken. Deze auto heeft overigens ook elektrische cabinekanteling, dus je hoeft niet te pompen. En ja, ik kan niet anders zeggen, het ziet er allemaal bijzonder verzorgd, strak en netjes uit onder de cabine van deze BMC Tugra.